De luchtdrukgradiënt tussen isobaren veroorzaakt een gradiëntkracht die afhangt van de afstand tussen isobaren. Stel dat we naar een kaart van Nederland kijken met een pad hoogdrukgebied en we tekenen de bijbehorende isobaren, dus de lijnen waarvoor de druk hetzelfde is. Dan is bijvoorbeeld deze binnenste de isobar van 1025 hectopascal en de andere waarden zijn gegeven. Op een plek waar de isobaren heel dicht bij elkaar liggen, dus waar de afstand tussen isobaren klein is, is er een grote... Een groot verschil tussen druk voor een klein stukje. En dat betekent dus dat er een best wel grote kracht werkt, grote gradiëntkracht werkt, op de lucht daar. Want het is een groot drukverschil. Op plekken waar die afstand wat, nou, zomaar normaler is, is die kracht ook normaal kleiner geworden. En naarmate die afstand tussen isobaren heel groot is, is er maar een kleine gradiëntkracht. Kortom, die luchtdrukgradiënt tussen isobaren veroorzaakt een gradiëntkracht en die hangt af van de afstand tussen isobaren.